Het is de laatste schooldag voor de vakantie. Angelina komt thuis met mooie cijfers op haar rapport. Hoi! Oh, hoi! Wil je mijn rapport zien? Tuurlijk! Hij is echt goed. Wauw! Het is echt geweldig! Weet je wat? Ik ben zo trots op je dat we morgen naar de Efteling gaan. Yes! Diezelfde avond... Ik ga slapen, pap. Ja, wat is er? Ja, doei. De nacht verloopt rustig, net als altijd op het platteland. Of toch niet? Maar de vader van Angelina is te laat. Nee. Waarom? Nee. Angelina is ontvoerd. Haar ontvoerders brengen haar naar binnen bij de speelgoedfabriek in de grote stad. En ze wordt naar een apart kamertje gebracht. Luister, jonge dame, jij gaat 15 uur per dag werken en je krijgt 2 keer op de dag een boterham met kaas en een glaasje water. En nu aan het werk jij! Angelina wordt naar de fabriekshal gebracht, waar nog veel meer kinderen keihard aan het werk zijn. Hé, dat hoort in de andere doos, ja? Laat me dat niet nog een keer zien. Netter! Stil, jij 2 uur langer doorwerken en jij geen eten vanavond. Hey. De werkdruk wordt steeds hoger. Drie weken later is Angelina nog steeds verdwenen. Haar vader heeft de hele slaapkamer onderzocht op sporen, maar helaas zonder succes. Totdat die middag de tuinman iets ontdekt. Hallo. Wat is dat? Ik vond deze heel raam van Angeline toen ik de glas aan het maaien was. Oh, misschien is dit de hamer waarmee ze hebben ingebroken. Ja. Oké, ik ga meteen onderzoeken. Heel erg bedankt. De vader van Angelina is toevallig rechercheur, dus hij laat het er niet bij zitten. De hamer wordt uitvoerig getest op vingerafdrukken. Dat is mooi. Geweldig. De vingerafdruk is van de medewerker van de fabriek die speelgoed maakt. Hij gaat direct op onderzoek uit en neemt 3 collega's van de recherche mee. Ze glippen naar binnen door de achterdeur en merken al gauw dat er iets niet in de haak is. Oh, stop! Politie, versterking! Nee. Versterking! Waar is mijn dochter? Ik kan alles kapot doen. De strenge fabrieksmedewerkers rennen voor hun leven en vluchten de stad uit. Alles kapot doen, echt waar! Jullie kunnen uit deze fabriek. De directeur van de fabriek, die was iets minder snel en hij kon nog net worden ingerekend door de politie. En de oude fabriek, die werd omgetoverd tot een mooie school voor de kinderen.